Goedenavond en van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Terp Talks over Campus de Terp. Wat goed dat u kijkt en ook welkom aan de dames en heren hier in de zaal. De Terp Talks kan ook weer live plaatsvinden, dus heel goed dat u er ook allemaal bent. Dus ik ben aan het switchen. Zoals u ziet, het is een hybride event, noemen we dat dan, tussen de kijkers thuis en de mensen hier in de zaal. Heel goed dat u er bent en dat u kijkt. Vanavond gaat het helemaal over onderwijs. Hoe gaat dat kindcentrum wat gebouwd gaat worden op Campus de Terp er nou uitzien in de zin van aan de binnenkant? Hoe gaan die partijen met elkaar samenwerken? Hoe zit dat tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs? Tussen kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs? Doorlopende leerlijnen, onderzoekscirkels, het duizeltje gewoon aan alle kanten. Dus we gaan vanavond eens op zoek naar wat antwoorden op deze vragen. En daarvoor hebben we de mensen echt uit de praktijk hier aan tafel zitten. Leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers. En natuurlijk ook wel in de eerste ring weer de mensen van het eerste uur, de directeuren die er vanaf het begin bij betrokken zijn voor de vragen die dan misschien wat hoger over zijn. We gaan een mooi gesprek hebben met elkaar. Als u nou thuis vragen heeft, typt u ze dan in de chat. Dan gaan we kijken of we ze hier aan tafel kunnen beantwoorden. Ik zeg er nog wel even bij, het thema vanavond is onderwijs. Dus dat zijn ook de vragen waartoe ik u van harte uitnodig. Die moeten vooral dus over dat onderwerp gaan. Andere onderwerpen gaan we weer tijdens een volgende editie van de Terp Talks behandelen. En dat geldt ook voor de mensen hier in de zaal. Heeft u een vraag die gaat over onderwijs, die gericht is aan een van de mensen aan tafel of hier in de zaal, dan horen we dat graag. Ik ga dan maar eens eventjes aan u voorstellen wie er bij mij aan tafel zitten. Begin ik hier aan mijn rechterhand, Frank Boersma. Lichamelijke opvoeding, docent, voortgezet onderwijs. En dat is eigenlijk maar één school op Campus de Terp en dat is RSG Wieringenland. Naast jou Inge Komen, docent Engels, ook van RSG Wieringenland. En hier links van mij Iris Veldboer, leerkracht in het basisonderwijs. Een van de drie basisscholen die meegaan naar het kindcentrum. En naast jou zit Martine Kan, kleuterleerkracht ook op een van de basisscholen. Ik ga ook wat mensen uit de eerste ring aan u voorstellen. Wat vertrouwde gezichten en wat nieuwe gezichten wellicht voor de kijkers die al vaker gekeken hebben. Helemaal links Jan van Lieshout, leerkracht ook basisonderwijs. Naast Jan zit Jacqueline Bakker van Capio, van de kinderopvang. Goed ook dat je er bent. Daarnaast zit Anouk Visser, ook leerkracht basisonderwijs. Dan gaan we naar de rij. Daarachter, helemaal rechts, Marie-José Tinebra. Zij is projectleider voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs. En directeur van een van de basisscholen in het kindcentrum. Naast Marie-José is Inge Heijerman. Zij is ook directeur van een van de basisscholen. En daarnaast Freek Steeman, ook directeur van een van de basisscholen. Nou, fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Laten we snel van start gaan. Frank, docent lichamelijke opvoeding. Dan komt zo'n campus op je af. Ja. Doen jullie al dingen samen met het basisonderwijs, ook vanuit de lichamelijke opvoedingssectie? Ja, zeker. Ja, dat hebben we in het verleden al gedaan. Door de coronacrisis is dat helaas eventjes op een wat lager pitje komen te staan. We hebben met bijvoorbeeld we hebben een sportklas in leerjaar 1 en 2. En die moet ook een beetje leren voor groepjes te staan. Dus die hebben wel eens een sporttoernooi begeleid van de basisschool. En we hebben groep 8 toernooi georganiseerd. Dat leerlingen uit groep 8 met leerlingen uit de eerste klas met elkaar kunnen voetballen. Oh, wat leuk. Ja. Ja, en dat het dan al wat laagdrempeliger is voor de groep 8 leerlingen om, als het goed is, het jaar daarna naar het Wieringenland te komen. Dus dat zijn wel leuke evenementen. En dat vindt dan plaats op jullie sportterrein ook? Ja, dat was voornamelijk het sporttoernooi buiten op het atletiekveld. Ja. En het voetbaltoernooi in de Zuiderzee al. Oh ja. Dus als we straks om de school heen. Ja, En als straks daar de campus komt, dan hebben we wat meer ruimte en hebben we meer scholen bij elkaar. Dus dan wordt dat alleen maar makkelijker om te organiseren en bij elkaar te kijken. Dus dat is wel heel fijn. Ja, en nu is corona, het was in ieder geval een tijdje goed weg. Ja, hè? Het schijnt er weer een beetje aan te komen. Maar, ja, dus het is spannend. Ja, dus in deze tijd zijn jullie dan alweer deze dingen aan het oppakken met elkaar? Ja, kijk, we hebben ongeveer om de 6 weken hebben een sectievergadering. En we gingen er misschien een beetje naïef van uit dat het volgend jaar allemaal een beetje klaar was. We organiseerden ook een ouder kindtoernooi. Echt superleuk toernooi en dat heb ook stilgelegen.
Dus ze staan wel op de planning. Ja. Maar vooral met corona en samenwerken ook nog met andere scholen of met een ouderkindtoernooi met ouders erbij, moet je wel heel goed uitkijken. Dus, ja. Maar plannen genoeg dus. Plannen genoeg. En de campus is er nog niet natuurlijk. Dus nee. Dat biedt nog misschien wat meer tijd. Maar laten we hopen dat de coronacrisis snel voorbij is. Dan kun je in ieder geval weer hele leuke dingen met elkaar organiseren. En wat zie jij nou als docent lichamelijke opvoeding zelf als de meerwaarde van dit soort samenwerking, van in dit soort dingen samen optrekken? Nou, ik denk dat het ten eerste al heel mooi is dat zoveel basisscholen onder één dak willen gaan zitten. Daardoor, ik denk dat de stichting heel hard gewerkt heeft om geld bij elkaar te krijgen, om het te realiseren. Ja, en als de basisscholen dat überhaupt niet wilden, dan was de hele campus er ook niet gekomen. Nee. Dus dat is al één groot voordeel, waardoor voor het bewegingsonderwijs een goed nieuwe gymzaal neergezet kan worden. En wij onze visie daarop hebben kunnen geven om er allemaal in moet komen. Zodat de leerlingen echt een breed scala aan sporten kunnen ondernemen met elkaar. Ja, en voor de rest is het natuurlijk heel fijn dat de meerdere basisscholen gebruik maken van de zalen. Dat je bij elkaar kan kijken. Dat je een beetje kan sparren met elkaar. We hebben al goed contact met Manon Verblauw. En, Manon Verblauw? Remy Kluvers, die zijn van van Sportservice Schagen. Die verzorgen de les aan het basisonderwijs. Dus heel fijn dat daar vakdocenten zitten. Ja. Die doen het fantastisch goed. Maar we merken wel dat het bewegingsonderwijs, dat is landelijk, dat is niet alleen hier, maar wel achteruit gaat. Behalve trampoline springt tegenwoordig op iedereen een trampoline in de achtertuin. Dus dat gaat lekker beter. Door. Ja, ja, maar we merken dat achteruit gaat. En ik zag toevallig, ik kon het gras voor je voeten wegmaaien, maar al over de doorlopende leerlijn van vak Engels. Maar dat is voor LO is dat ook wel toepasbaar. En moeten we ook weer nieuwe doelstellingen opstellen. En ik heb nu met mijn eerste klasses heb ik oefeningen gedaan die ik eigenlijk normaal mijn stage, en dan praat ik over een jaar of 15 geleden, stage basisschool in de bovenbouw van de basisschool deed. Dus oh, dat echt is waar? Wel. Ja. En dat heeft te maken met dat die bewegelijkheid in de motoriek van de kinderen minder goed is? Ja, wordt minder bewogen. Corona heb hier ook weer een hele negatieve invloed op gehad de laatste jaren. Ja. Maar we merken gewoon dat kinderen wat minder bewegen. En dat biedt ook weer enorm veel mogelijkheden voor de sportcampus. Om daar in ieder geval iets tegen te doen. En ook na schooltijd dingen met elkaar te organiseren. Ja, ja. Ondertussen verandert er hier iets in het licht. Dat ziet u misschien thuis ook. Want de jaloezieën gaan omhoog. Ik hoop dat ze straks weer naar beneden kunnen. Want het licht wordt een beetje gek. Maar excuus daarvoor. Er wordt aan gewerkt. Inge, ik ga even naar jou. Je bent docent Engels op de RSG Wieringerland. Ja, hoe werken jullie nu al samen met het basisonderwijs aan die lessen Engels? Ja, wij zijn dit jaar zijn we begonnen met een werkgroep. Een samenwerkingsverband met het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. En wij hebben dit jaar vooral geïnventariseerd van wat wordt er aan Engels gedaan op de verschillende basisscholen. En hebben wij vanuit het voortgezet onderwijs ook lesbezoeken gedaan in het basisonderwijs. Ook om te zien van hoe gaat dat nu en hoe gaat dat in zijn werk. En op basis daarvan zijn wij met de werkgroep gaan kijken van goh, hoe kunnen wij nu ervoor zorgen straks als de campus er is, dat de leerlingen vanaf groep 1 tot en met groep 8 in eerste instantie een opbouwende lijn hebben in de lessen Engels. Ja. Dus echt al bij de kleuters beginnen. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat de leerlingen op het voortgezet onderwijs en binnenkomen zonder een of dat het laagdrempiger wordt om de les Engels te volgen. Dus dat wij ook als Engelsdocenten de lessen al in het Engels kunnen doen. En dat niet de leerlingen denken van, oeh, wat gebeurt me nu? Ja, dus dan wordt het makkelijker instromen volgens ja, mij. Zijn ze ja. al beter voorbereid op wat ja. er komen gaat? Ja, en we hebben dan wel gesteld van, we houden de vooral focus op woordenschat en spreekvaardigheid. Mm-hmm. En dat is vooral omdat wij zeggen van goh, bijvoorbeeld een grammatica onderdeel, laten we dat dan pas beginnen op de middelbare school. Want uiteindelijk is het toch ook belangrijk dat vooral als de leerlingen een stuk jonger zijn, als je dan en Nederlandse en Engelse grammatica door elkaar, dat wordt dan dat is niet verstandig. Nee.
Dus dat, dat zijn ook keuzes die gemaakt worden. Maar dat gaat wel op een hele fijne manier. Ja, want hoe werken jullie dan samen met jullie collega's van het basisonderwijs? Ja, we zijn dit jaar een aantal keren als werkgroep bij elkaar gekomen. En elke keer ook van hoe wij vanuit het perspectief van het voortgezet onderwijs bekijken. Waar we ook merken dat dan vanuit het basisonderwijs van... Maar dat kan niet, want dat is echt nog te lastig voor een kind uit groep 3. En dan denken wij van, dat kan al. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien. Dat dan wij denken van, maar dat moet best kunnen. En dat er dan toch nog niet net ietsje anders zit. Maar dat maakt wel het heel dynamisch. En krijg je ook heel veel verschillende perspectieven. En het is ook wel leuk om dan ervoor te zorgen dat je weer bij elkaar komt. Van, hoe gaan we dat dan zo in elkaar zetten? Dat het ook werkbaar wordt. Want dat is ook logisch. Belangrijk. En logisch is ook voor de kinderen dus. Ja. En eigenlijk zeg je, wat ik je ook een beetje hoor zeggen is... we willen ze een beetje comfortabel maken met het Engels. Mm-hmm. Dus ze leren woordjes en zoals je watervrij wordt met zwemmen. Exact. Word je een beetje vrij in het spreken in het Engels. En dan kom je op de middelbare school en dan ga je echt met die grammatica doorpakken. Onder andere, dat is een beetje het idee. Ja, dat is het idee, inderdaad. Ja. En wat brengt dat de kinderen? Want wat is de meerwaarde van dat het op deze manier straks gaat? Wat ik al zei, het enigszins comfortabel zijn met het volgen van een les, ook in het Engels. En ook het... wat we eigenlijk willen is... We hebben nu bedacht om 7 thema's. En dan in groep 1... wordt, ik zeg bijvoorbeeld, het thema natuur. In groep 1 gaan de kinderen, als dat thema in de herfst behandeld wordt, de kleuren buiten benoemen. En dan in groep 5, dan komen er hoe noem je nu eigenlijk bladeren aan de boom? Hoe noem je hem überhaupt? Dan ga je meer, weet je, dus dat je dat steeds verder uitbouwt. Oh, okay. En uiteindelijk, wat we graag zouden willen, is dat dan in groep 8 de leerlingen een bepaalde hoeveelheid woorden, dat ze daarmee in aanraking zijn geweest. Zodat je die stap niet meer hoeft te maken op het moment dat ze in de eerste klas komen. Ja. Want dan wordt het in één keer een heleboel. Terwijl je dan anders heb je die 8 jaar om dat steeds een klein stukje uit te breiden. Ja. Betekent dat dan ook dat ze aan het einde van de rit eigenlijk beter ontwikkeld Engels beheersen dan in de situatie zoals die nu is? Dat ze verder komen zeg maar met hun Engelse taal? Ja, dat is natuurlijk wel wat we heel graag willen. Wat we vooral graag zouden zien is dat de leerlingen die vanuit de campus naar ons toe komen, dat zij met hetzelfde in aanraking zijn geweest, zodat zij enigszins op hetzelfde niveau zijn. Het ene kind neemt natuurlijk niet precies dezelfde stof op als de ander, dat hoeft ook niet. Mm-hmm. Maar dat ze in ieder geval met een redelijke kennis binnenkomen, zodat als ze uiteindelijk het examen doen, dat ook makkelijk gaat. Ja, precies. Ja, dus het is eigenlijk vooral om ze een zetje in de goede richting te geven. Ja, dat het allemaal zelfvertrouwen. Ja, dat is ook altijd belangrijk bij leren. Hè? Dat ze gewoon dat vertrouwen hebben van, dat kan ik wel. Het spreken. Wij hebben nu ook een thema school, waar we ook zeggen van schooltaal. Heel simpel. Wij zeggen natuurlijk niet meester, juf, maar meneer, mevrouw. Ik ben mijn pen vergeten, mag ik een pen lenen? Dat ze kunnen zeggen van, mag ik naar het toilet? Ik ben mijn schrift vergeten. Heeft u een blaadje? Dat soort dingetjes. Dat ze daar al comfortabel genoeg mee zijn. Ja, dat het niet ongemakkelijk meer is. Ja. Nou ja, en intussen gaan ze misschien op vakantie overal naartoe. Dan kunnen ze het ook alvast een beetje toepassen, toch? Dat. Ja. Dus dat is ook gewoon wel een voordeel. Ik wilde eigenlijk ook vragen van, hoe reageren de kinderen op? Maar jullie moeten nog gaan beginnen, hè? Want jullie zijn het nu allemaal aan het ontwikkelen. Ja. En dan ga je in het nieuwe schooljaar al op deze manier werken? Het doel is nu wel om inderdaad volgend schooljaar met een aantal van die thema's te beginnen. We hebben toevallig morgen komen we weer met de werkgroep bijeen om ook om te gaan kijken van hoe we dat kunnen gaan doen komend schooljaar. Om te kijken van, hoe gaat het nu in zijn werk? Hoe gaat de ene docent de ander niet? Dus hoe we daarmee omgegaan? Zodat we eigenlijk een beetje een soort van testrun kunnen maken. Ja. En kijken hoe dat uitwerkt. Ja, sorry Frank. Ja, wat misschien ook leuk nog is om te benoemen, is dat leerlingen van het Wieringenland, ook vooral de Engelse tak, dat die ook gastlesjes hebben gegeven op de basisschool. Oh,
leuk. We zijn een TTO-school, dat staat voor tweetalig onderwijs. En leerlingen die die richting hebben gekozen, die gaan dan soms al in de eerste, soms al in de tweede zitten. Gaan op een oude basisschool, dat is altijd heel leuk. Dan zien ze allemaal weer bekende gezichten. Ja, en zo. Wat leuk. Of ze hebben nog een broertje of zusje in de klas. En dan gaan ze gastles geven. En dan laten ze ook zien van nou, wat er nou bij, als je kiest voor tweetalig onderwijs, wat er dan op je afkomt. Ja, dus, wat leuk. Die samenwerking. Ja. En alles leuk. Is al. Wij doen natuurlijk in groep 7, 8 Ik Leer Digitaal. En dat is een programma vanuit het Wieringenland. Ja. Ook ter voorbereiding op TTO. Oké, okay. Oh, mooi. Ja, dus zo zijn er toch al wat uitwisselingen ook. Mooi. Oh, nou, hartstikke goed. Leuk, goed. Ik had nog een vraag, maar hij is me nu even ontschoten. Maar die komt straks nog maar opborrelen. En dan kom ik weer bij, kom ik weer bij je terug. Iris Veldboer, leerkrachten, basisschoolcoördinator van het Duurzaamheids- en Technologie Lab. En van de bedrijfsbezoeken. Nou, dat is echt een mond vol. Prachtig. Ja, prachtig. Het klinkt prachtig. Ja. Wat is het dan, het Duurzaamheids- en Technologielab? Het is een lab opgezet op het Wieringenland. Een lokaal in het Wieringenland. Voormalige sport- fitnessruimte die we ingenomen. Oh ja, er wordt toch niet meer gesport en gefitness. Er wordt toch niet meer gesport en gefitness. Dan gaan we. Ja. Oh, gelukkig. Dat is een pijnlijk punt. Het is verhuisd. Ja, het is verhuisd. En daarin staan prachtige materialen. En die stonden er al even, moet ik eerlijk zeggen. En nou ja, wat gaan we ermee doen? En via ben ik daar terechtgekomen als leerkracht basisschool. Ja. Samen met Anouk, leerkracht van de Peppel. Ja. En nou ja, wat willen we ermee gaan doen? En wij nodigen nu basisscholen uit in de omgeving. Groep 8 of 7, 8 combinatie, net wat er is. Uh-huh. Om het lab te bezoeken. En in het lab gaan zij een ochtend aan het werk. En wat doen ze daar dan zoal? Ze maken vooral kennis met heel veel robotica. Lego Mindstorms. Ze maken stop-motion video's op een computer. Mogen door een 3D-beeld kijken. Robotjes programmeren. Dus dat is voor kinderen fantastisch. Maar ook, we hebben een tafel met Lego. Oké. Gewoon wel even lekker Lego bouwen. Ja. En de helft van de ochtend zijn ze bezig met een rondleiding door het Wieringenland. En dan gaan ze kijken wat er allemaal te zien en te doen is op het Wieringenland. Oké, om ook alvast een beetje kennis te maken en te snuffelen. En daar horen ook hele positieve dingen over. Dat is ook laagdrempeliger om daar eens naar binnen te gaan, te kijken. Ja. Want ook de leerlingen van RSG Wieringenland, die werken ook in dat lab. Ja, eerste, tweede klasse leerlingen, die hebben workshops. En die workshops, één daarvan verzorgen wij. En dat is ook inderdaad met robotica, programmeren van de Lego Mindstorms. En telkens komt er wat anders bij. Oké, uitdagend. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat kinderen hiermee kennis maken? Omdat dat de toekomst is. Ja. Ja, steeds meer werken we ermee. En ook hierin proberen we een doorlopende lijn te maken. Want bij de kleuters wordt er al geprogrammeerd met robotjes. Hoeveel stapjes naar voren, hoeveel naar links, hoeveel naar rechts. En dat willen we steeds verder uitbreiden. Ja. Dus ook hierin proberen we een doorlopende lijn aan te brengen. Ja, mooi. Wat vinden de kinderen ervan? Want jullie zijn er toch al mee bezig? Dat lab is er al? Dit schooljaar hebben wij alle... bijna alle basisscholen in de buurt mogen ontvangen. Het was een groot succes. We hebben wel veel moeten verplaatsen, ook doordat we dicht gingen. Maar heel enthousiast. Ja? Ja, heel enthousiast. En uiteindelijk wil je steeds meer met het lokaal. Hoe kunnen ze vaker langskomen? Dat soort dingen. Ja. En bedrijfsbezoek is ook een ding waar jij mee bezig bent? Ja, dus ik ben ook met Anouk... hebben wij nu één bedrijf gekoppeld aan een basisschool. Wij willen iedere groep... basisschoolgroep aan een bedrijf koppelen. Dus bijvoorbeeld in groep 1 ga je naar de koeienboer. Of in ieder geval het veeteelbedrijf, naar een akkerbouwbedrijf. Groep 4 hebben wij gekoppeld aan kolenchampions. Daar gaan zij op bezoek. Daar worden zij natuurlijk getriggerd. Kijk, wat gebeurt hier allemaal? Je hebt geen flauw idee. Nee. En daar wordt door de baas een vraag gesteld van... Nou, ik heb een probleem. Wat kunnen jullie hiermee? En een onderzoeksvraag. Een onderzoeksvraag. En daar gaan ze met de klasse op school mee aan het werk. Oké. Koppelen jullie dat dan ook nog weer aan die robotica en technologie? Want ik kan me ook voorstellen dat het in die bedrijven ook weer terugkomt. Ja, we kijken welk bedrijf wat te bieden heeft. Dus het ene bedrijf is inderdaad heel technisch. Kijk, bij kolen is heel veel ook technisch
te zien. Kijk, dat is natuurlijk bij akkerbouw veel te, ook, nou, wisselend. Ja. Wisselend. Maar dat hoeft niet altijd met... een relatie daarmee te hebben. Nee, nee. Het is vooral echt... wat is er allemaal te zien in de buurt? Want waarom, wat is het doel eigenlijk van die bedrijfsbezoeken? Behalve dat het natuurlijk superleuk is. En, ook, en het een aanleiding is voor een onderzoeksvraag. Nou, en ook... Het zijn de werknemers van de toekomst. Ja. Er is hier zo ontzettend veel te doen. En er is zoveel vraag naar personeel en... kinderen weten niet wat er te doen is. Nou, nee. Wij zelf ook lang niet altijd, nee. Natuurlijk. En dus, ook niet precies wat voor banen er dus in de wat voor banen zijn. Er zijn. Ja, hoe groeit een champignon? Nou, dat gaan ze ook doen. Ze krijgen een zak waarmee ze champignons mogen kweken in een klas. Alleen. Maar ja, dan weet je alleen nog maar hoe het groeit. Ja. Maar hoe wordt het geplukt? De hele verwerking gaat daar... hebben ze zelf geregeld. Dus nou, het is prachtig om te zien. Ja, dus groepen echt worden gekoppeld triggeren. Aan het bedrijf. Ja. Daar gaan ze op bezoek. En dan moeten ze met een onderzoeksvraag aan de slag. Tenminste, vanaf groep 4 is dat dan? Nou ja, de groep 4 is nu compleet afgesloten, geregeld. Okay. En dan gaan we binnenkort de proef meedraaien. Ja, okay. Bij de andere is ook de bedoeling dat er een soort van onderbouw is nog wat lastiger, hoor. Een onderzoeksvraag, maar ja, daar kan je natuurlijk wel even goed hele leuke vragen aan stellen. En zij kunnen projectmatig aan het werk gaan natuurlijk, ja. Met het thema. Ja. En uiteindelijk, wanneer zij denken dat ze de onderzoeksvraag hebben opgelost... of hun idee hebben voor hebben... dan komt de directeur weer langs op school. En van het bedrijf. Van het bedrijf en dan gaan zij dat presenteren. Superleuk. Ontzettend leuk. En ja. Daarbij, bij ieder bedrijfsbezoek weer en iedere klas... gaan wij een stukje van het presenteren of digitale geletterdheid toevoegen. Digitale geletterdheid, ja. Nou zeg je iets waar heel veel mensen niet weten waar je het over hebt. Nee, we moeten inderdaad. Kinderen moeten steeds meer bekend worden met digitale geletterdheid. Dus de computer, wat kan je ermee? Hoe werkt Word? Hoe maak je een presentatie? Dus iedere klas bieden we iets anders aan. Oké, ja, dus bij dit thema, aan het niveau ook. Ja, ja. Op niveau en op het thema. Ja. En ook dat is een doorlopende lijn naar het Wieringenland... waar ze daar een nieuwe methode voor aan het uitzoeken zijn. Okay, ja, dus zo'n groep achter die moet dan zo'n bezoek kunnen brengen, onderzoeksvraag beantwoorden en een mooie presentatie in PowerPoint maken. In PowerPoint. En dat aan de klas presenteren. Ja, ja, absoluut. En daar leer je veel meer van dan alleen de inhoud van het project natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Want dat dus moet je ook samen doen waarschijnlijk. Zelf onderzoeken, ja, samen doen. Ja, je wordt geïnspireerd, je moet iets maken. Je moet eens, je moet het presenteren. Ja, dat is vooral dat. Ja, dat vinden ze lastig. Nou, ja, ik weet, bij ons op school doen we het heel veel. Vanaf groep 3 mag je een presentatie geven. En vanaf groep 4 moet je een presentatie geven. Ja. Een boekbespreking of een spreekbeurt. En hoe vaker ze dat doen, hoe fijner dat gaat natuurlijk. Hoe vertrouwder dat is. Ja. En dat hoor je ook vaak terug als ze op voortgezet onderwijs komen. Dat ze zeggen van, nou, ik ga gewoon voor die klas staan. Dat is boeit mij wel. Dat deed ik ook al. Ja. 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 Nou ja, dat, leuk. Dat ja, gevoel, ja, dus dat wil je ze meegeven. Geeft ook zelfvertrouwen. Ja, absoluut. Dat is ook belangrijk natuurlijk voor kinderen. Ja, mooi hoor. Nou, hartstikke leuk. Martine, ik ga even naar jou. Ja, dames en heren thuis, wat nog even... Oh, Anouk. Ja, ik nog even voordat ik Anouk aan het woord ga zeggen... is dat wij missen vanavond aan tafel, helaas, Herman Bakker. Herman zit in de medezeggenschapsraad als ouder. En we hadden hem graag vanavond aan tafel willen hebben om ook iets te vertellen over de betrokkenheid van ouders in het hele proces van Campus de Terp en het ontstaan van het kindcentrum. Maar helaas kon Herman hier vanwege zijn werk vanavond niet bij zijn. Dus we hopen op een ander moment nog wel een keer uit de hoek van de ouders iemand aan tafel te hebben. Maar dus dat is de reden dat hier ook nog een beetje een lege plek is. Anouk, ja, jij wilde graag iets aanvullen. Want dan komt Marjolein even naar je toe met de microfoon. Anouk Visser. Leerkracht basisonderwijs. En jij gaat over na de zomervakantie, heb ik begrepen, naar RSG Wieringenland. Ja, klopt dat? Daar ga ik digitale geletterdheid geven. Heel goed dat je even aanhaakt. Heel goed dat je even aanhaakt. Ik wil vooral even ook terugkomen op die onderzoeksvraag van de bedrijven. Want het is wel leuk om te zeggen dat die bedrijven, die komen echt met die onderzoeksvraag. Dus die hebben echt een issue waar ze tegenaan lopen. En dat willen ze dan, hopen ze dat de kinderen dat dus kunnen oplossen. Want ze denken toch, die hebben een creatieve... Ja. Denkvermogen. Dus ze hebben een serieuze vraag echt. Ja, dus die komt echt van het bedrijf zelf. En dan hopen ze dus dat de kinderen met een oplossing kunnen komen... waar hun dan uiteindelijk weer iets verder mee kunnen doen. Oké, hartstikke goed. En wilde je over die digitale geletterdheid ook nog iets zeggen of niet?
Nee. Nou, op dit moment dat, niet. Dat komt straks wel. Dat komt straks wel. Ja, Herman, dat heb ik uitgelegd. Is er dus niet. Maar Martine, jij bent er gelukkig wel. Ja. Leerkracht kleuters, hè, groep 1-2. Ja. Basisonderwijs. Dus jij zit op de plek waar de kindjes die uit de kinderopvang komen. Jacqueline, komt straks ook bij jou. Binnenkomen. Ja, die komen als eerst mij tegen. Ja, die komen als eerste jou tegen. Nou, dat kon veel broerder, zou ik zeggen. Hè? Hartstikke leuk. Leuke, gezellige juf. Ja, nou, helemaal leuk, toch? Daar krijg je er zin in. En nou was het in het verleden heel lang zo. Nou, je had de peuterschool, zeg maar. En dan ging je naar de kleuterschool. En dat was dan al een hele grote stap. En dan ging je naar de grote school, noemde je dat heel vroeger. Oma vertelt een beetje. Maar jullie bedoeling is eigenlijk dat allemaal wat vloeiender gaat, hè? Hoe zorg je daar nou voor? Ja, hoe zorg je daar nou voor? Nou, en dat eigenlijk het eerste waar je mee begint is eigenlijk met elkaar al in gesprek gaan van leerkrachten en pedagogische medewerkers. We hebben bijvoorbeeld dit jaar eigenlijk al eerdere jaren dat er vanuit de kinderopvang, vanuit Capio en de besturen dat gefaciliteerd is dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan over dat wat er speelt. Zo ben ik bijvoorbeeld dit jaar al een aantal keer in gesprek geweest met de kinderopvang van nou, de kinderen die stromen binnen. Om wat voor kinderen gaat het? Wat zijn de zorgen? Dat ik ook ben gaan kijken van nou, over wie hebben we het nu eigenlijk? Ja. Dat je eigenlijk die link al hebt gelegd en dat je niet op school weer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. En dat de kinderen dan eigenlijk ook al weten van oh, waar kom ik terecht en bij wie ben ik dan? Ja. Dat is een warme overdracht, hè? Ja, nou, zo gaat dat nu. Ja. Nou, je merkt ook nog wel, dat zitten soms haken en ogen aan. Want je werkt wel als collega samen met hetzelfde kind. Maar je kent elkaar eigenlijk helemaal niet goed. Want in de praktijk ben je gewoon niet op dezelfde locatie. En spreek je ook niet altijd dezelfde taal. Nee. Dus hoe we dat nu eigenlijk in de campus voor ons zien. Daar zijn ook de ruimtes op ingericht. Dat de peuterspeelzaal en de kinderopvang dichtbij het leerplein zit van groep 1-2... Wij zitten dan rondom een leerplein en dan de bedoeling is dat de jongste kleuters de ontmoeting kunnen hebben met de oudste peuters. Dat daarin eigenlijk al het eerste spel ontstaat. Okay. Maar dat wij als leerkrachten ook al sneller in gesprek kunnen gaan met de pedagogische medewerker van nou, over wie hebben we het nu eigenlijk? Ja, en dat je ze ook al kunt observeren eigenlijk daar. Ja, okay. Dus dan krijg je al een beetje mee van nou, met dit kindje is misschien iets aan de hand of die heeft wat zorg of aandacht daarvoor nodig. En dan kun je het daar al met elkaar over hebben. Ja, en dat de drempel eigenlijk voor het kind ook gewoon steeds lager wordt. Dat ze ook gewoon weten waar ze naartoe gaan. Want nu is het echt ook van op een andere locatie. Dus het voelt al heel veel. Nu ga je alleen naar een ander lokaal. Ja, je loopt eigenlijk de gang door. En waarschijnlijk zullen we elkaar al heel veel gaan zien tijdens het spelen. Dus het zal veel natuurlijker verlopen. Ja, dus ze kennen juf Martine dan al eigenlijk. Ja. Dus dat maakt het ook wel veel fijner. Ja. En gaan jullie dan nog dingen extra doen, zeg maar, in aanloop naar de komst van dat kindcentrum? Nou, wat we willen gaan doen is, we zijn nu al met elkaar in gesprek van nou, hoe zien we dat dan voor ons, dat onderwijs? Wat nemen we mee van de school en wat nemen we mee vanuit van de peuterschool en de kinderopvang? Wat zijn daarin de mooie dingen en wat willen we gaan bundelen? Ja. Dus dan gaan we het leerplein zien als verlengde van het klaslokaal. Dus bijvoorbeeld starten in onze eigen groep, starten bij de peuterschool. Maar op een gegeven moment dat we ervoor kiezen om tegelijkertijd onze speelwerkmomenten in te plannen. En dat we dan ook echt bij elkaar naar binnen kunnen gaan. Okay. Dus dat de kinderen ook uitgenodigd worden om bij ons te spelen. Maar ook andersom. Dus bijvoorbeeld de kinderen die net 4 zijn geworden het nog spannend vinden. Ook nog even hun vertrouwde juf van de peuterschool kunnen opzoeken. Ja, dus dat gaat dan wat meer heen en weer. Ja, wat meer dynamisch eigenlijk in het programma. Ja, ja. En moet jij daar nou als leerkracht ook nog andere dingen voor kunnen of leren of doen? Gaat er voor jou echt in je werk en in je werkinhoud ook iets veranderen? Ja en nee. Ik denk wel dat wat we doen, dat we dat op een veel efficiëntere manier kunnen doen. En dat het ook allemaal wat gemoedelijker gaat verlopen. Want nu ook, we bellen, we mailen met elkaar en we hebben het over hetzelfde kind. Maar we begrijpen elkaar nog niet altijd goed. Omdat we niet bij elkaar zitten. Nee. En dat zal veel gemakkelijker gaan. Wat wel anders gaat worden. Nou, en daar kijk ik zelf heel erg naar uit. Dat we de krachten van elkaar wat meer kunnen gaan bundelen. Omdat je met elkaar samenwerkt. Dat je ook achterkomt van nou, wie heeft waar affiniteit mee. Mm-hmm. Als een basisschoolleerkracht ben je toch al een manusje van alles. Je geeft rekenen, taal, spelling. Nou, bij ons dan het spelen, muziek. Nee, je moet eigenlijk overal wel wat van weten.
En we willen eigenlijk een kant op gaan dat we momenten gaan vinden van, nou, heb jij affiniteit met technologie, jij weer met muziek, jij meer met dans of drama. Dat we eigenlijk gebruik gaan maken van elkaars kwaliteiten. Okay, ja. Dus dat de kinderen van mijn groep bij de andere leerkracht bijvoorbeeld een muziekles gaan volgen. Ja. En dat de kinderen vanuit die groep bijvoorbeeld met mij, bij mij meer met constructie aan de gang gaan. Ja, oh, dat is wel leuk. Dus dan kun je je ook allemaal een beetje specialiseren eigenlijk. Ja, 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 dat je eigenlijk ook als leerkracht meer kan gaan doen wat je leuk vindt. Ja. Want je bent ook niet overal altijd even goed in. En nee, je hebt niet overal altijd affiniteit mee. Maar je wil de kinderen wel een basis meegeven. Ja. En het is dus heel mooi als je dat op die manier dus kan gaan realiseren. Ja, ja, ik zat net te denken, dat het kind huilt straks nog maar één keer. En dat is als je de allereerste keer naar de kinderopvang brengt. Ja. En dan zijn ze waarschijnlijk nog zo klein dat ze huilen vanwege een luier of ik moet eten. Maar niet van, nou, ik ga naar school en ik ga weg bij mama. Hè? Dus nee, dat moment is er dan straks nog maar één keer. Ja, oké. Okay. Jacqueline, ik ga dan ook even meteen naar jou. Marjolein, kan jij met de microfoon even bij Jacqueline langsgaan? Want Jacqueline Bakker, medewerker, pedagogisch medewerker van Capio. Ja, een heel mooi verhaal. Hè? Dus, ja, supermooi verhaal. Ze heeft het al heel mooi verteld. Heel mooi, hè? Dus jullie komen als Capio straks ook echt in dat kindcentrum. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Eigenlijk, samen zitten we erin, ja. Ja, en wat is voor jullie dan de meerwaarde? Wat is voor ons dan de meerwaarde? Ja, jeetje. Ja, of voor de kinderen dan met name natuurlijk. Nou, want daar doe je het uiteindelijk voor. Goh. Dit vind ik even heel moeilijk. Maar hoe mooi... Nee, maar ja, best wel. Maar hoe mooi is het als je dus bij ons gestart bent... en je bent bijna 4 en je kan wel even bij die kleuters binnenlopen... bij het lokaal, bij de juf. Je kan het momentje in de kring al meemaken... en daarna weer gewoon vertrouwd terug naar je eigen groep. Ja. Ja, dus dat wordt allemaal wat makkelijker eigenlijk voor die kinderen. Dus het zijn minder grote stappen die ze gaan zetten. Ja. En ook voor de jongste kleuters. Die kunnen dan ook even terug, als het ze even te veel is, dat ze weer even bij ons kunnen komen spelen. Ja, 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 precies. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Want je ziet dat die 4-jarigen, ja, afhankelijk van het kind misschien, het soms nog heel fijn vinden om weer even dat stapje terug te doen. Ja, ja, en we kunnen de kinderen, we kennen de kinderen natuurlijk ook. Dus ja, dus dat is heel prettig. Hebben jullie er ook al over gesproken met ouders eigenlijk? En hoe reageren ouders op dat hele idee van het kindcentrum en zoals jullie met elkaar gaan samenwerken? Nou, wat ik merk, als je nu in de aanloop tot aan de campus, dat ze toch ook best wel nieuwsgierig zijn van hoe gaat het dan worden en hoe zien jullie dat voor ons? Nou, wij hebben met de onderbouwcollega's van andere scholen en van Capio ook het gesprek gehad van, nou, hoe zien wij dat dan voor ons? En dat je daar dan toch vragen over krijgt van, nou, wat betekent dat dan voor mijn kind? En als hij nu op de Don Bosco zit, wat betekent dat dan als jullie straks naar het kindcentrum toe gaan? Wat ga ik daarvan merken in de praktijk? Het zijn voornamelijk nogal veel vragen, want we hebben het over een situatie die er nog niet is. Nee. Die we wel, we hebben wel een ideaal beeld. Ja. Een ideaal beeld. Ja. Ja, vooral wel heel positief. En dan ook vooral de samenwerking eigenlijk met elkaar. Die krachten, maar ook het stukje van het sportcentrum. De campus ernaast. Wat voor naschools aanbod zou je kunnen gaan realiseren. Dus vanuit school, wat kun je dan nog meer? Want het zit dan allemaal op één plein. Het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Dus dan kan je een heel dagarrangement gaan aanbieden. Nou, ja. Dan kan je daarna gaan sporten of je kan naar de fysiotherapeut. Want die zitten dan misschien ook Dat het voor veel kinderen ook gewoon mogelijk wordt gemaakt. Want we leven ook in een drukke tijd. Dan zwemles dit en sport dat. En hoe mooi is het als je dat in een middag ook samen kan voegen. Dat ook alle kinderen aan sporten toekomen. Of aan spel of zwemles in dit geval. Ja. Ja, dat zou ik gewoon zelf een hele mooie overgang vinden. Ja, ja, maar veel vragen dus nog wel. Ja, het is ook nog niet allemaal heel concreet natuurlijk. Nee, je kunt je er iets bij voorstellen. Ja. Mensen denken bij een brede school of vaak aan één gebouw, 3 scholen apart bijvoorbeeld. Ja. En vooral het samenwerken inderdaad, dat vinden ze heel bijzonder ook. En dan komen jullie dus met de bovenbouw. Ja, ik zit op één leerplein en daar zitten alle bovenbouwen. Ja, want vertel dan nog eens iets over, dat vroeg ik me inderdaad ook over. Je hebt het gebouw en er is een ingang. Je hebt niet met 3 aparte ingangen of 4 zelfs. Nee, dat is ook niet de bedoeling. 3 scholen, dus er is 1 ingang. Ja. En wat zie ik dan? Dan word je eerst ook getriggerd door iets, nou, dat weten we nog niet wat het wordt, maar iets van technologie of...
hè, waar kinderen blij van worden. Misschien wel een enorme robot. Ja. En dan hebben we de benedenverdieping. En op de benedenverdieping, daar krijgt de onderbouw ook les. En KPO, kinderopvang, zit beneden. Groep 1, 2 en 3, 4. En dat zijn leerpleinen. En inderdaad, om het leerplein heen zitten die groepen. Ja, dus en je hebt lokalen waar de kinderen zelf les in krijgen. Ja. En de leerplein is eigenlijk het stuk daartussen. Ja. Waar ook gespeeld, samengewerkt. Okay. En dat is net hoe overlegd wordt, hoe die ingericht wordt. Ja. Je werkt bijvoorbeeld in hetzelfde thema. Stel je voor, wij hebben dezelfde methodes. Nou, dan loopt dat ongeveer gelijk natuurlijk ook met de thema's. Dus we hebben het samen over de herfst. Dus natuurlijk een standaard thema, zou ik maar zeggen. Maar dat kan je dus samen inrichten en daar komen ze elkaar tegen. En dat is natuurlijk prachtig, want met sport komen ze elkaar ook tegen. Ja, precies. Dus ja. Veel dichter bij elkaar. Je ontmoet veel meer kinderen. Er is ook niets vreemds meer aan. En boven is groep 5 tot en met 8. En op dezelfde manier. Ja, dus die hebben ook allemaal eigen lokalen om een leerplein heen. Ja. En komen elkaar dan bij thema's misschien tegen. Of bij thema's of techniek, samenwerken, dat soort dingen. Ja, en dat kan. Koken in de keuken. Oh ja, er is ook een keuken. Oh leuk. Ja. Kooklessen, technieklokaal ook, toch? Is er ja, ook? Ja. Ja. Dus ik kom ze elkaar tegen. Wat ook wel leuk is dat doordat de leerlingen eigenlijk dan in het kindcentrum elkaar al ontmoeten, bij ons worden ze natuurlijk in de klassen weer herverdeeld, om het zo maar zeggen. Maar dan kennen we vaak proberen we wel weer dat ze in ieder geval met één iemand die, waarmee ze in de klas hebben gezeten, in de eerste klas te zetten. Maar dan kennen ze natuurlijk al meerdere kinderen ook. En dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk, want dat maakt het ook weer veilig als ze bij ons komen. Ja, maakt ook die overgang naar het VO weer wat minder groot uiteindelijk voor de kinderen. Ik ga ook nog eventjes naar Anouk. Want jij bent nu nog leerkracht basisonderwijs. Je gaat naar Wieringenland. Wat ga je daar dan doen eigenlijk? Ja, ik ga het vak digitale geletterdheid geven. Het is nu INC, informatica. En een stukje blijf ik één dag werkzaam in het duurzaamheidslab. Samen met Iris, dus dat blijft ook doorgaan. En dan vooral het stukje digitale geletterdheid willen we helemaal opnieuw gaan ontwikkelen. Dus het stukje mediawijsheid komt daarin naar voren. Hoe ga je met de computer om? Tegenwoordig gebeurt er zoveel met de computer. Je betaalt met de computer. Een stukje informatie opzoeken. Want dat is ook iets waar ik nu in de basisschool ook nog wel echt wel tegenaan loop. Van, je gaat ervan uit van al die kinderen. Nou op een, ze pakken een iPad erbij en ze weten zo iedere app te openen. En ze kunnen een Snapchat maken. Maar dan vraag je ze om een werkstuk te maken op de computer. In een Word-bestand of informatie te zoeken. En dat kunnen ze dan niet. Ze hebben geen idee eigenlijk hoe ze moeten starten. Nee. Dus daarin echt, dat ze daar eigenlijk vanaf de baas mee aan de slag gaan. En dat is ook wel mooi dat we dan ook een doorlopende leerlijn maken. Vanaf groep 1 tot met in het voortgezet onderwijs. Dat we dan daarop kunnen voortborduren. En dan een stukje programmeren komt er ook bij. Ja, oké. Okay, leuk, leuk. Nou, is er ook sprake van een onderzoekscirkel waar jullie mee gaan werken in het kindcentrum? Ben jij ook degene die daar iets over kan vertellen, Anouk? Ja, daar kan ik ook wel inderdaad wat over vertellen. Het is een stukje de cyclus. Nou, we beginnen met inspireren. Dat komt ook telkens bij de bedrijven bezoeken. Komt dat dan ook terug, dat zo de kinderen worden geïnspireerd. Aan de hand daarvan gaan ze verder onderzoeken. Dan krijgen ze die vraag, moeten ze onderzoeken. Stukje ontwerpen. Dan gaan ze iets maken en dat moeten ze weer presenteren. En dan zullen ze in het kindcentrum, komen ze daarmee in aanraking. We willen die ook in het duurzaamheidslab, dat die ook daar groot komt te hangen. En ook als dan klassen vanuit het Wieringenland daar ook lessen hebben, dat ze ook die cirkel weer zien, dat het dus een bekend iets is. Ja. En bij iedere fase komt er telkens wel weer feedback op. Dus als de kinderen met hun onderzoek bezig zijn, dat er weer een stukje feedback op komt van, nou, hoe kunnen we verder? Wat gaat er goed? Waar loop je tegenaan? Ja, ja, mooi. En zie je dat ook terug in het gebouw eigenlijk, in het kindcentrum zelf? Dat jullie op deze manier werken met elkaar? Ik denk dat daar misschien een van de directeuren. Ah, dan ga ik straks vragen. Hartstikke goed. Ik kan ook nog wel even op inhaken over dat stukje van ouders nog. Dat als je in de praktijk zometeen gaat kijken, is het eigenlijk ons streven is dat je helemaal niet meer ziet dat het over drie scholen en een aparte kinderopvang gaat. Dus eigenlijk moet het één geheel zijn. We willen bijvoorbeeld je hebt een lokaal waar iemand oorspronkelijk van de Don Bosco in zat en de volgende van het Triangle en de volgende van het Baken. Maar uiteindelijk willen we zo met elkaar gaan samenwerken dat het voor de praktijk eigenlijk niet uitmaakt. Nee. Want gewoon met z'n allen. We hebben allemaal oog voor het kind. En als je echt teruggaat naar de basis, hoe verschillend eigenlijk de methodes ook zijn waarmee we de campus ingaan.
uiteindelijk wil je hetzelfde. En het is mooi om dan een stipje op de horizon te hebben van daar willen we naartoe gaan werken. Maar dat dat vanaf het begin nog niet helemaal hetzelfde is. Dat is niet zo erg. Hoe uniek is het eigenlijk, deze campus? Weet jullie dat? Zijn er in Nederland, konden jullie bij 10 andere campussen zeg maar gaan kijken hoe die het doen om ideeën op te doen voor deze campus? Ja, we hebben wel een aantal campussen ook bezocht. Wat ik vooral opmerkelijk vind aan dit traject, eigenlijk het wat we daarvoor al zijn gestart. Dus we denken samen na over het gebouw, van welk onderwijs zien we voor ons en wat past daar dan bij in het ontwerp, dat we daarover hebben mogen meedenken. Ja. En dat we al zo inhoudelijk met elkaar hebben kunnen praten eigenlijk om het vorm te geven. Ja, dus je hebt er heel veel invloed op ook als leerkracht. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, leuk. Ik ga ook nog eventjes naar Jan van Lieshout. Leerkracht van groep 7-8 op een van de basisscholen. Hoe ervaar jij die samenwerking al met de bovenbouwgroepen van de andere basisscholen? Wat doen jullie al samen? Ik kan alleen maar het prachtige verhaal van Inge bevestigen dat we inderdaad al ik ben al 2 jaar bezig, want ik loop al iets wat langer mee in het onderwijs. En dan bereikt je toch regelmatig berichten dat het voortgezet onderwijs niet blij was hoe leerlingen binnenkwamen qua niveau Engels. Aha. Sommige scholen torenhoog, andere scholen heel laag, om dat contrast duidelijk te zeggen. Mm-hmm. Dus ik heb ook in eerste instantie contact gezocht met ze. En daar is nu een hele goede samenwerking uit voortgekomen, waarbij we dus van groep 1 tot en met 8... de doorlopende leerlijn hebben. Die zijn we nu ook zelf aan het schrijven, met als nadruk op woordkennis en spreekvaardigheid. En dat het gewoon ook hoog nodig was, is bijvoorbeeld dat ik ben op een gegeven moment dan met mijn lessen Engels gaan praten. Ja. En dat in de eerste les nou 3 kinderen sneakend, dat ze je gewoon dus niet kunnen volgen. En dan denk ik van ja, maar jongens, het is trouwens ook de bedoeling als iemand in het Engels aan jou de weg vraagt, dat je dus niet alleen maar maar dat je gewoon in het Engels rustig antwoord kan geven. Ja. En ik moet ook zeggen, ze vinden het, wat mij betreft vinden ze het hartstikke leuk. Mooi. En wat jij zei iets, dat was inderdaad een vraag die ik nog aan jou wilde stellen. Die komt nu weer bovendrijven. Jullie gaan eigenlijk iets heel nieuws doen. Betekent dat inderdaad dat jullie dan alle lessen zelf aan het ontwikkelen zijn en alle ideeën zelf aan het bedenken zijn? Het is zo dat iedere basisschool heeft wel een methode of een zelf iets ontwikkeld waar ze mee werken voor de lessen Engels. Wij kunnen natuurlijk als Wieringland niet verwachten dat als een basisschool een complete methode aan heeft geschaft van groep 1 tot groep 8 om die zomaar aan de kant te schuiven. Nee, dus dat is wel iets wat we dus inderdaad van tevoren geïnventariseerd hebben. En ook gekeken van hoe kunnen we de methodes die er zijn, die in de thema's die wij hebben, of tenminste die wij met de werkgroep bedacht hebben, om die daar wel in te verweven. Ja, oké. Okay. Dus daar hebben we absoluut naar gekeken. Dus je kunt wel doorgaan met je eigen methode ook. Ja, en Jan die gaf ook aan dat hij dan zijn lessen nu ook bijvoorbeeld in het Engels doet. Wij gaan ook voor volgend schooljaar zijn we ook nu aan het kijken dat ik samen dan met mijn collega vanuit Wieringenland om ook dan, als het nodig is, om nog scholing te geven aan de docenten, ook voor de spreekvaardigheid van de docenten. Oh ja, want dat is ook wel iets waarvan wij zeggen van dat zal niet voor iedereen nodig zijn, maar er zullen ook docenten zijn die een drempel hebben om een les in het Engels te geven. Kan je me voorstellen? Nee, want dat wil ik ook nog meedelen. Dat is het mooie, vind ik, van onze start. Dat we eerst vooruitgedacht hebben en dus hebben vastgesteld samen van nou, waar vinden we eigenlijk dat kinderen aan moeten voldoen als ze uitstromen? Mm-hmm. Nou, daar hebben we gezegd van nou, dat moet minimaal niveau 1b zijn. En dat houdt dan in dat leerkrachten minimaal niveau 2b moeten hebben. En als je dat dus niet hebt, dan krijgen wij keurig netjes Engelse les van de docenten. Dus ik bedoel, het is een hele mooie cirkel die mooi rond is. En dat gaat alleen maar win-win-win voor iedereen, denk ik. Dus ja, want is iedereen ook gewoon echt enthousiast? Of moeten jullie elkaar nog enthousiast maken? Nou, in de werkgroep zijn we heel erg enthousiast. En natuurlijk hebben we soms wel eens dat de een aangeeft van, goh, ik denk dat dit een hele goede weg is. En dat een ander eigenlijk het via linksom wil, een ander rechtsom. Als je het doel maar bereiken. Het doel bereiken. En dat gaat tot op heden heel goed. En
waar we als werkgroep ook wel heel erg over na proberen te denken. Wat ik net al zei, dat je niet zomaar methodes aan de kant kunt schuiven. Dat we ook zeggen van we moeten ook zorgen dat het voor de docenten op de basisscholen ook behapbaar blijft. Want zomaar weer iets erbij. De werkdruk dat is hoog. Veel. Ja. Dus wij kunnen, we hebben ook zoiets van het moet niet te groot worden om zodat het heel veel extra werkdruk geeft. Nee. Dus daar moet wel vrijheid in blijven. Dus dat is ook wel iets. Want als je te veel op de docenten afkomt, dan creëer je ook geen draagvlak. Nee. Maar het idee is volgens mij juist doordat je met elkaar samenwerkt, dat de dingen makkelijker gaan. Ja, en dat je misschien op de lange duur ook werk uit handen genomen wordt, toch? Omdat je het samen doet. Ja, exact. En je hoeft het ook niet meer allemaal alleen te bedenken. Nee, het is in veel gevallen denk ik ook een beetje het angst voor het onbekende. Maar als je met elkaar in gesprek gaat, dan merk je dat iedereen tegen hetzelfde aanloopt. Dus dan valt het toch altijd wel weer mee. Het is wel heel veel herkenning waarschijnlijk bij elkaar. Zeker. Ja, want je bent allemaal met die kinderen bezig en je wilt allemaal die kinderen goed goede toekomst bezorgen. Ja. En dat willen we inderdaad. Daaraan bijdragen. Ja. Mooi. Nou, er zitten nog een paar directeuren. Zullen we die ook nog wat laten zeggen? Want die zijn toch niet voor niks helemaal meegekomen. Inge Heijerman. Ik kan jou niet zien, maar de mensen thuis hopelijk wel. Laten we ook nog even inzoomen op wat nou allemaal de grote voordelen zijn voor de kinderen. Zullen we dat nog weer eens een keertje even benadrukken? Want waarom gaat dit nou gebeuren? Waarom is dit nou toch zo ongelooflijk belangrijk voor die kinderen dat het onderwijs zo met elkaar gaat samenwerken? Dat die campus er komt? Ja, de allerbelangrijkste vraag eigenlijk voor ons allemaal natuurlijk, want dat is waar we het voor doen. Ik zeg wel heel vaak, we zitten nu ook op een hele mooie plek, dus anders hadden we net zo goed een nieuw gebouw neer kunnen zetten. Maar het gaat om de samenwerking. Nou, en eigenlijk denk ik dat de dames aan tafel al heel veel hebben gezegd, Frank ook natuurlijk, maar heel veel over de samenwerking. Wat levert het de kinderen op? Vooral de doorstroom inderdaad van de peuters naar de kleuters die veel soepeler moet gaan, doordat we al heel intensief contact hebben, gezamenlijke thema's. Dat de kinderen eigenlijk gewoon weinig merken. Hè. We noemen dat nu nog een overgang, maar eigenlijk zouden we dat straks niet eens meer zo willen noemen. Nou, dat geldt ook als we het hebben over de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs. Doordat we al zoveel projecten samen doen, ook met vakdocenten gaan werken in het primair onderwijs, willen we eigenlijk die overgang kleiner maken. Ja, zit het dan alleen aan het begin en het einde? Nee, gelukkig niet. Het zit ook daartussenin. Martine vertelde al over de vakdocenten. Hè. Je bent niet altijd overal goed in, want je moet van alles iets kunnen in het basisonderwijs. Dus we willen heel erg gaan kijken van, waar zitten de talenten van een ieder? En hoe kunnen we die op zo'n manier inzetten dat het aanbod voor de kinderen gedurende de dag en de week nog mooier wordt, nog uitgebreider. Ja, nog rijker. Ja. Zijn die kinderen al een beetje op de hoogte? De kinderen zijn al op de hoogte. En dan ga ik zo even een bruggetje maken naar Iris. Die kan daar ook iets leuks over vertellen. Ik ben ooit het vlogteam namelijk met de kinderen gestart. Dat heeft Iris van mij overgenomen. Dus de kinderen zijn al op de hoogte. Maar houden elkaar ook op de hoogte met de vlogs die heel af en toe gemaakt worden over de vorderingen. Dat willen we eigenlijk de komende jaren nog verder uitbreiden. Ja. Zeker nu de bouw gaat starten om de kinderen elkaar op de hoogte te houden. Maar de kinderen ook de inwoners van de Wieringmeer Blijven informeren. Ja, en dan met echte kindervragen, die vaak heel mooi direct zijn. En, klopt. Die soms de vragen stellen die wij als volwassenen niet durven soms stellen niet eens of kunnen stellen. Of durven stellen. Ja. En de kinderen zijn ook. In de kinderen zit wel heel erg het bewegen. Dus die hebben daar ook altijd al veel vragen over. Het gaat nu heel erg over het onderwijs natuurlijk. Maar we zijn ook heel erg bezig met sport en welzijn al in gesprek. Hoe kunnen we daar ook de verbinding mee maken? Met Frank en de collega's van het primair onderwijs van Team Sportservice. Hoe kunnen we hen nu al veel bewegingsactiviteiten aanbieden, maar dat vooral op een structurele manier doen. Ja. Als we straks bij de campus zitten, dus vooral met naschoolse activiteiten, maar ook daarin een breder aanbod. Want je hebt daar straks dat prachtige sportgebouw. Er komen straks twee gebouwen tegenover elkaar aan een plein. Mm-hmm. Dus jullie kunnen zo vanuit het kindcentrum huppelend naar dat sportgebouw. Ja. En gebruik maken van al de faciliteiten die daar zijn, ook als scholen. Zeker, ja. Het wordt een heel mooi sportgebouw met zowel een zwembad als sportzalen. Dus we zien daar ook wel weer mogelijkheden voor zwemles eventueel. Hè. Ja. Dus denken heel kansrijk weer wat dat betreft. Dan hoef je niet meer met z'n allen met die bus. Dus die bus kan uit het budget, die kan van de begroting af. Ja, toch? En het wandelen je naar het zwembad, naar je dat scheelt ook alweer doordat alles zo dichtbij zit. Dus het biedt een hele hoop kansen. Ja, mooi. Dankjewel, Inge. Ja, Freek, ik ga ook even naar jou. Ik had ook vragen voor jou, Freek. Ja, directeur van een van de basisscholen.
Over andere campussen, hier aan tafel werd gezegd, ja, we zijn wel bij andere campussen op bezoek geweest. Kun je nou iets over vertellen? Waar hebben jullie nou zelf je ideeën vandaan? Ja, we hebben inderdaad verschillende scholen bezocht. Dat waren niet per definitie campussen. Dat waren bijvoorbeeld wel kindcentra in Den Landen of brede scholen. Die in ieder geval als inspirerend voorbeeld konden dienen voor ons proces. Maar zijn ze dan ook, want deze campus is veel meer dan alleen een kindcentrum. Ja, nou de locatie hier en wat hier gaat gebeuren, dat ja, is denk ik toch wel vrij uniek in het land. Want er is op dit moment, voor zover ik weet, niet één locatie die vergelijkbaar is met Wieringenwerf. Dus er gaat hier iets heel moois gebeuren. Ja, dat is eigenlijk best wel. Ja. We gaan geschiedenis schrijven met z'n allen, toch? Ja, ja, en wellicht krijgen we heel veel mensen straks vanuit het hele land hier naartoe. Om te kijken hoe mooi het hier hoe gaat doe worden. Je dat hoe nou? Mooi het hier geworden is. Ja, hoe doe je dat nou? Ja, dat is natuurlijk wel fantastisch. Ja, ja. Ik ga ook nog even naar Marie-José. Had ik nou ook nog een vraag voor jou? Ja, Marie-José, jij zit als projectleider op die overgang van primair onderwijs, basisonderwijs, dames en heren. Want iedereen heeft het over PO en VO, maar dat weet niet iedereen. Primair onderwijs, basisonderwijs en VO, voortgezet onderwijs. Ben je een beetje tevreden als je nou vanavond zo zit te luisteren naar hoe zij het er met elkaar al over hebben? Nou, ik zal heel eerlijk zijn dat ik eigenlijk wel een beetje zit te glimmen. Gewoon hier op de stoel. Oh, dat ben jij. Ik dacht al de hele avond. Wat is er aan de hand? Wat is er in de hoek aan de hand? Ik kan het ook niet anders noemen. Wat misschien leuk is om te vertellen, is dat we vanmiddag ook een bijeenkomst gehad hebben met alle partners die geïnteresseerd zijn in wat kan Campus de Terp voor hen betekenen en wat kunnen zij voor Campus de Terp betekenen. En aan wat voor partijen moet ik dan denken, Marie-José? Dat kan zowel in de non-profit als in de profit sector zijn. Dus daar zaten mensen uit het bedrijfsleven hier uit de omgeving bij. Er zaten mensen bij die te maken hebben met de directe zorg voor kinderen. Fysiotherapie, logopedie. Nou, eigenlijk een heel breed scala. En er kwamen ook een aantal van deze onderwerpen natuurlijk vanmiddag ook aan bod. En ik sprak even met een van de initiatiefnemers die destijds eigenlijk gewoon ook met dit hele project gestart is. En hij zei, wat ik nu hoor, is eigenlijk waar wij over droomden zoveel jaar geleden. En dan denk ik, als ik nu terugkijk, 3 jaar geleden, dat we echt als onderwijs heel intensief zijn gaan samenwerken. Ja, dan is voor mij dit vanavond eigenlijk hetzelfde. Dat waar je over gespaard hebt, gedroomd hebt in eerste instantie met de directies, maar eigenlijk al heel snel met het team samen. En toen kwam ook de verbinding met het VO. Ja, ik kijk ernaar uit. Ik kan het niet anders noemen. Ja. Prachtig. Ja, mooi. Ja. Mooi, hè? Ja, leuk, leuk. Want waar droom jij dan van eigenlijk, Inge? Als je even vooruit spoelt. Waar zijn we over 2023 moet het zo'n beetje allemaal opgeleverd worden, hè? Eind 2023. Ja, wat hoop je dan? Ik doe even mijn ogen dicht. En wat wil je dan vooral graag zien? Nou, ik denk dat we uiteindelijk allemaal weer terugkomen bij dat ene doel. We willen het beste voor het kind. En als we de overgangen, als we het zo eventjes noemen, de overgangen van de peuterschool naar de basisschool en basisschool naar het voortgezet onderwijs, als die natuurlijk veilig kunnen en de leerlingen met zelfvertrouwen rond kunnen lopen, uitgedaagd worden in welk vak dan ook, krijg je natuurlijk kinderen die ook willen onderzoeken en ook gewoon gemotiveerd zijn om dingen te leren. Ja, ja, en bepaalde competenties ontwikkelen die je nodig hebt voor de toekomst. Exact. Ook. Voor het onderwijs ook van de toekomst en voor de wereld van de toekomst. Ja, ja. Frank, hoe zie jij dat voor je? Ja, nou ja, er is natuurlijk heel veel gezegd over de samenwerking en ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Dus ja, dat is wat staat er nu nog op je lijstje waarvan een je dromen denkt? Dromen waar ik vooral. Dat zou ik heel graag willen. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat het echt een ontmoetingsplek gaat worden. We hebben het nu heel veel over de samenwerking met kinderopvang, met PO, met VO. Maar uiteindelijk, als je dit kan realiseren in Wieringenwerf, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je echt een ontmoetingsplek hebt voor jong en oud, waar iedereen zich inderdaad prettig voelt. En dat niet alleen om kinderen gaat, maar misschien ook om ouderen. Ik heb zelf geopteerd om ook bijvoorbeeld een Jeu de Boelbaan aan te laten leggen. En
kan je verschillende activiteiten organiseren. Er zijn leerlingen betrokken geweest ook bij wat zij graag willen zien. Tijdens een van de avonden, dat toen allemaal nog digitaal ging, zaten er ook twee leerlingen die wilden heel graag een pumptrack. Dat is een pumptrack. Ja, een pumptrack. Dat is een parcoursje waar je eigenlijk met een step kan je eroverheen. Oh. Met een skateboard, met je skates, met een fietsje. Supergoed idee. Ja, ja, en dat zie je op andere plekken in Nederland. Dat heel veel kinderen een beetje jong samenbrengt. Oud, jong en oud. Ja, ja, ja. Ja. En daarom, dus ja, dat is wel echt... Dat brengt dan ook mensen bij elkaar. Ja, ja, dus ja. Dat zou voor mij echt wel de droom zijn. Dat dat gewoon een ontmoetingsplek is voor jong en oud. Ja. Waar iedereen zijn ding kan doen. En als je kijkt, zo'n avond als vanavond met zulk mooi weer. Dat het lang licht is. Dat iedereen er nog gebruik van gemaakt wordt. Ja, want het komt natuurlijk in een hele mooie parkachtige setting. Hè. De gebouwen zijn maar één onderdeel van de hele campus natuurlijk. Ja, hè. Dus ook het buitengebied. De VO-school, het kindcentrum, het sportgebouw en daaromheen is natuurlijk... Ja. Een prachtig park. Dat biedt wel veel opties. Ja, dus daar kun je ook nog van alles mee. Ook vanuit het onderwijs. Want je kunt ook buitensporten met je leerlingen. Ja, nee, zeker. En ook voor de sportklas natuurlijk. Wij hebben met onze sportklas, is gericht op breedte sport. We hebben echt fantastisch mooi aanbod van waterskiën, windsurfen, inlineskaten. Nou, nu gaan we windsurfen niet naar de campus halen, denk ik. Nee, maar dat wordt wel lastig op de terras. Er zijn wel heel veel dingen die we wel dichter bij huis kunnen halen. Ja. Door het aanbod alleen maar makkelijker is. Mooi, mooi. Ja, zeker. Iris, waar droom jij van? Nou, inderdaad, ontmoetingsplek. Maar ook een plek waar bijvoorbeeld een kind met extra behoeften of extra zorg... ook vanaf het begin goed gezien wordt. Ja. Dat is ook fijn. Ik bedoel, de leerkrachten van het VO kunnen een leerling van mij die extra behoeften nou heeft ook veel eerder zien en tegenkomen. Ja. Ik denk, dat heeft ook alleen maar voordelen. Ja. Ja, en ik denk zowel aan de onderkant als aan de bovenkant. Aan de bovenkant, ja. He, dus kinderen die juist heel goed presteren en meer nodig hebben, meer uitdaging nodig hebben. En kinderen die wat meer begeleiding nodig hebben. Ja. Dus dat hele spectrum. Ja, het hele spectrum. Het is niet alleen, gelukkig... is niet iedere leerling hetzelfde. Nee. Dat willen we graag zo houden. Maar ik denk dat we ze allemaal op de juiste manier... tenminste zoveel mogelijk kunnen begeleiden dan. Ja. En ook eerder zien. Ja, precies, omdat je ze al vanaf... Ja. Als ze bij Jacqueline binnenkomen... Hè, dan hebben we je al op de korrel. En dan komen ze bij Martine. Nou, en zo rolt het balletje steeds verder. Ja, mooi. Absoluut. Mooi. Martine? Ja, ik zie eigenlijk een hele bruisende plek voor me... waar eigenlijk alle kinderen, waar je talenten dan ook liggen... of dat nou binnen het onderwijs zit of in de sport... dat gewoon een hele inspirerende plek kan zijn... waar, waar goed naar de kinderen gekeken wordt... en waar ze gewoon hun talenten meer kunnen gaan ontwikkelen. Ja. Gewoon alles bij elkaar en waar ze zich prettig kunnen voelen. Mooi, mooi. Nou ja, ik droom zo met jullie mee, hoor. Ja, top verhaal. Goed, nou, we zijn zo een beetje tegen de afronding toe. Ik kijk nog even in de zaal of er nog vragen zijn aan de mensen die hier aan tafel zitten. Of is er nog iets niet gezegd? Ik kijk ook nog even of de vragen van thuis komen, maar niet. U vindt het allemaal heel goed te volgen. Waarschijnlijk, jullie zijn ook allemaal heel duidelijk in je verhaal. Ik denk iedere keer van, nou, morgen die eerste paal de grond in. Maar zover is het nog niet. Daar moet nog wel het een en ander gebeuren. Goed, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie mooie verhalen. En duidelijke verhalen ook. En heel veel succes wensen ook nog de komende tijd. Want het staat nog niet. En er is nog wel wat tijd, energie, aandacht, inspiratie nodig om het allemaal te gaan laten vliegen. Maar alle vertrouwen in dat helemaal goed komt. Mensen hier in de zaal ook allemaal bedankt. Ook de mensen in de eerste ring. Kijkers thuis, bedankt voor het kijken. Fijn dat u weer bij ons was. Zoals gezegd, je kunt deze uitzending nog een keertje terugzien. De link komt snel beschikbaar. En dan kun je nog eens terugkijken op een moment dat het je misschien beter past. Kijk op onze website www.campusdeterp.nl voor alle informatie over de campus. Schrijf je in op de nieuwsbrief. Volg ons op Facebook en Instagram en zorg dat je op de hoogte blijft. En we hebben ook een mailadres info@campusdeterp.nl. Dus kom met je vragen. We zijn er voor je. Goed, dank jullie wel. Ik wens jullie nog een hele fijne avond en graag tot de volgende.